En we gaan lekker private shoppen. Nou, ze staan te popelen. Het is echt een feestjurk. Je moet goed kijken wat je mooi vindt. Nou, stop zo. Oh. Dat is een ander broek. Shoppen met snoepjes erbij. Zo, de jongens die zijn klaar. Video van papa. En we gaan lekker private shoppen in Roosendaal. Mama, jullie bent lopen? Ja, ja jij ook. Want de kinderen hebben allemaal nieuwe kleren nodig, want ze zijn allemaal gegroeid. En de pizzabakken. En de pizzabakken gaan we ook nog doen. En bij deze winkel mochten we echt met ons gezin, de deur is dicht. En we gaan liever naar een winkel dan via een webshop. Want ja, we hebben zelf ook een winkel, dus het is wel heel belangrijk. Ja, we hebben zelf ook een winkel. En dan hoeven we niet alles terug te sturen. Ook dat ook. Je hoeft niet terug te sturen, we weten waar we het kopen. En je kunt gelijk passen. Meer, hè, als iedereen alles via internet koopt. En dan is het voor onze winkel ook niet. Nou, ze staan te popelen. Ja. Ga maar eens kijken, jongens. Los, los, los. Maar die zou ik jou opzoeken. Kijk, deze pas kan. Ja, dat kan. Maar dit is maat. Jij moet 140 hebben. Jij moet 128 hebben. En die vind ik wel heel leuk. Mama, dit is wel maat 152. Ja, dat kan. Ze is ook wel eens 152. Die is leuk, hè? Als jullie nou eens gewoon niet te veel, maar gewoon pak eens gewoon 4, 5 dingetjes die je leuk vindt en die je dan even past. Is dat een idee? Ja. En kijk niet te veel naar de maten, want die zoek ik wel voor je op. Dus kijk ik puur naar wat je leuk vindt. Oh ja, deze. Ja, Flo, jij ook kijken, hè? Dus er liggen voor jou heel veel leuke dingetjes hier. Die vind ik ook heel leuk, die op de... Die. Deze. Het is echt een feestjurk. Zo is hij, dat is jouw maat op de pop. Dat is wel leuk, hè? Mama, is deze mijn maat? Laat eens kijken, dit is... ja, dit is 116. 110, 116 zou ze wel moeten kunnen passen. Ja, ligt eraan wat je eronder doet. Wat is een bruik? Is dat een broek of is dat een legging? Bruik, ja. Dat is een bruik. Dat is altijd op die poppen, dus toch geen echt haar? Nee. Ik heb heel veel leuke dingen zo gezien. Mama, kijk. Maar mag ik deze? Ja, die heb jij aan. Ja. Oké, deze winkelen we. Papa! Zo, ze zijn lekker aan het winkelen, ja? Gelukkig tas voor jullie. Schooltas? Hij gaat nog niet naar school. Jij bent goed aan het zoeken. Mama, ik heb allemaal kleding aan wat hier ook is. Schooltas van vroeg. Hij gaat nog niet naar school. Dat duurt nog 2 jaar bijna. 1,5 jaar. Dan kunnen we over een allemaal kleren hangen die ze hebben. Ja. 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 Dat kan hier, hè? Deze heb ik ook. Waar komt die vandaan? Daar. Kijk, deze heb ik. Ik heb nog maar 1 ding vast, hè? Dat is alleen voor Madelief. Dus je moet niet kijken wat je al hebt. Je moet goed kijken wat je mooi vindt. Deze? Hartstikke mooi. Floor, wat zie je er mooi uit. Ja, dat is ook leuk. Ja, dat is echt een beetje voor Kerstmis. Ja, dat tasje vind ik niet zo, maar ik vind die jurk echt heel leuk. En jij ook? Wauw, mooie streepjes. Het gaat hartstikke goed. De 2 oudste meiden die zijn... Als je hem leuk vindt, dan neem ik hem wel. Leuk voor Kerstmis. Of voor een iets verrassiger feest is of zo. Voor mijn verjaardag. Dan kan ik hem aan. Oké, even verder kijken hoe dat hier gaat. Nout, broek, trui. Mooi hoor. Ja, zit lekker. Deze is een beetje groot. Broek is een beetje aan de lange kant, maar dat is niet zo heel erg, hè, want je groeit nog. Ja. En Stan? Ja? Oh, dat loopt leuk. Ja, dit gaat wel lekker. Is het ook lekker hier? Ja. Oh, nou, Guusje ook. Die komt ook weer uit een hokje. En je kan ook... Oh, ook leuk Guus. Die weet altijd wel te vinden, hè? Nou, die is wel mooi gegaan, hè? Ja, dat is voor later een shoppertje. Kun je gezellig samen met Stan gaan shoppen, Guus, later. Ik heb nu nog niks zelf uitgezocht, behalve een broek. Oh, oké. Ja, deze nodig. Ja, dat jasje. Nou, stop zo. Dat is een ander broek. Ja, dat is heel groot, maar ik heb ook een trui en die heeft Merel en ook een jurk en die heeft mama. En deze heeft mama. Oh. Maar vind je het mooi? Ja, ik vind het mooi. Jij was iets te groot. Okay. Ja. Dit is leuk. Heel leuk. Vind je het mooi? Zo'n beetje... Jullie komt hier een hokje in, gooit deze naar mij en loopt weer weg. En dan gaat hij weer een nieuwe pakken, let maar op. Nee. Wat gooit hij nou? Nee. En weet je wat ik leuk vind, nou, zo'n trui en dan zo'n leuk bloesje eronder, want de pop ook heeft. Ja. Moet jij jas uitkomen? Ik kan het net ook weer uit de blouse laten zien. Daar hou ik van, zo'n bloesje onder je trui. Deze combinatie moet ook. Nou vind ik een bal in de trui in één keer wel leuk. Dit is in één keer wel leuk. Ja. Oh, net als hier. Oh, ja, oh ja. Dat vind ik niet zo leuk. Dan is het gelijk net. Dat vinden jullie moeder mooi, ja, ik moet dat ook altijd aan. En wat het is wel leuk zo, hè, met snoepjes erbij, hè? Shoppen met snoepjes erbij. Vind jij leuk, hè? Snoepkontje. Kijk, we hebben jullie mooie Nout en wat staat jou dat goed? Ja, vind ik ook. Toch, mama? Prachtig. Als jij zo naar school wil, prima. Maar dan wel elke dag. Dan krijg je dat tasje. Dan krijg je dat tasje. Elke dag. Dan neem je boterhammetjes daarin mee. Wij willen deze allebei. Wacht even, doe even de trui uit. Gaan jullie dan als twins naar school? Ja, dat is grappig. En dan moet Flor even nog haar haar verven. En de bruine. En moet ik iets kleiner worden? Iets kleiner. Of ik juist iets langer. En moet je even wat make-up. Ga eens even bij elkaar staan. Zal mama eens even een foto van jullie maken? Ik moet gewoon allemaal mijn assen. Allebei assen waren. Zij heeft een tasje en ik heb een jas. Misschien staat deze hier wel mooi bij. Nee. Ga eens voor die dingen staan. Ja, moet je arm er ook even proberen. Bij die tekeltjes. Ik heb dit er ook al. Dit is een beetje te veel. Ja, van oh ja, ja, maar dat is toch niet erg, of wel? Ja, heel erg. Flo, kom je erbij? Als ze klaar zijn, mogen jullie nog een snoepje uitzoeken van mij. Flo, ga er eens bij. Zal ik even alles pakken? Ik heb gepast wat ik leuk vind. Ja. Hoe? Nou, Junior die is lekker filmpjes aan het kijken. Is het mooi, Junior? Is het mooi, Junior? Waar zit jij te kijken? Pietken. Pietkonijn. Stan zijn mobiel. En Stan. Een broek. Kijk, een hele mooie broek. Ja. Geef ze maar. Kijk ze bij de kassa leggen. Deze trui. Een hele mooie trui. En hier van binnen een heel lekker stofje. Oh. Voor mij mag je nog allebei. En nog een mooie trui. Nog een mooie trui. Met een vakje. Aha. Ja, het is wel handiger dat jullie gewoon meegaan om een keer die kleren uit te zoeken. Want dan hebben ze gelijk een keertje wat ze leuk vinden. En nog een trui. En de broek die je aan hebt. Nee, deze had ik al. Oh. Mama. Mama, vind je dit even leuker? Dat zou ik niet. Nou, leg maar bij de kassa. Zo, de jongens die zijn klaar, dus wat gaan wij als jongens dan doen? Hè? Wat gaan wij als jongens dan doen als we klaar zijn met winkelen? Wacht op de dames. Ja, wacht op de meisjes. Als jij niet te geloven bent, ik wil er niet. Ach, laat het. Kijk, dat moet je heel goed zijn. Nou, klaar met shoppen. We hebben 4 tassen. 5? Ja. Ja, Merel is nu even bij een andere zaak geweest. En vonden jullie het leuk? Was het geslaagd? Vooral voor de kleintjes? Nee. Vooral voor de kleine meisjes, deze 3 hier zo. Oh, Stan ook wel trouwens, hè? Was het geslaagd? Ik heb... Guusje en ik hebben 2 minuten zo. Ja. Papa. Ik had vooral een nieuwe broek. Papa. En nou gaan we nog een ijsje halen. Guusje en ik hebben dezelfde jurk. Dus dit was onze bonusvideo. Allemaal. Bedankt voor het kijken naar deze bonusvideo van vandaag. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe.